Glijvlucht, dames en heren. Het is een boek geschreven door Annegie de Goemans. En ik ben hier vandaag om jullie daarover te informeren bij Why I Love This Book. Nou, het boek is vreemd. Ik zeg het je alvast. Het is vreemd. Maar als je verder leest en verder leest, begrijp je steeds meer waarom het verhaal op deze manier is geschreven. Het is op een manier geschreven dat jij eigenlijk een nabije vriend bent van het jongetje zelf. Het jongetje Gilles, de hoofdpersoon van het verhaal. Hij maakt allemaal avonturen mee en ontmoet nieuwe mensen en breekt vriendschappen. Alleen, ja, er zit ook een seksueel tintje aan het verhaal. Dat zeg ik je ook alvast. Maar het is niet onaangenaam om te lezen. Het klinkt best vreemd, maar het is gewoon zo. Het is niet onaangenaam. Je leest het verhaal nog steeds alsof het gewoon een normaal verhaal is. En daarom vind ik het boek zo intrigerend. Omdat de schrijfster het op zo'n manier heeft geschreven dat het niet te vunzig wordt, maar toch nog wel leesbaar is. En ja, het verband en het evenwicht tussen die twee aspecten is gewoon precies is precies gelijk. Dus iedereen die dit boek wil lezen, raad ik het echt ten strengste gewoon aan om het te gaan lezen. Gewoon doen. Het is een boek van 400 plus pagina's, maar het is het allemaal waard als je het eenmaal hebt gelezen. Dus dit was mijn video. And peace out till next time.